Zomer in het Heuvelland, dat betekent veel toeristen uit binnen- en buitenland. Wat betekent de warme zomer voor de ondernemers in het Heuvelland? We gingen op zoek. De gemeente Gulpen-Wittem heeft een paar mooie brouwerijen. Die trekken ongetwijfeld heel veel toeristen in de zomer. Absoluut, ja zeker. Het toeristisch seizoen is echt wel een van onze drukste momenten wat consumenten betreft. Wat gasten in het Heuvelland, zegt de mensen die op de camping zitten, in de hotels, die doen graag een brouwerijbezoek bij ons plannen. En waar komen die mensen vandaan? Vooral uit Nederland. Dus regionen Duitsland, België is iets minder, maar echt gewoon de Nederlandse gasten die graag brandbiertjes drinken, die komen graag een bezoek brengen. Als je nou kijkt, jullie hebben twee coronajaren achter de rug natuurlijk. Is het daarom dit jaar extra druk? Natuurlijk drukker dan de afgelopen jaren. We hebben vorige zomer ook wel een hele mooie zomer gehad, maar toen was alles nog in de coronaproof opstelling. Dus toen konden we wat minder van de brouwerij laten zien. Nu is alles weer volledig toegankelijk. Dus de mensen mogen echt weer de brouwerij in, naar de bottelarij, naar het kelderken. Het is wel aanzienlijk beter. Dus we zijn heel blij dat we alles weer mogen laten zien. Jullie hebben een souvenirshop. Wordt er veel meegenomen uit de souvenirshop? In deze tijd zeker wel, ja. Je merkt toch als je wat zakelijke gasten hebt dat iets minder is. Of dat ze gewoon van ons een souvenir mee krijgen. Maar je merkt toch wel dat de mensen die op vakantie zijn het echt wel extra leuk vinden om iets uit wielrennen mee te nemen. Kranig medewerker bij een brouwerie. Wie is dat om hier vakantiewerk te doen? Ja, dat is toch wel uniek om bij een brouwerie uit in Durp te kunnen werken. Ik kom zelf uit Wilder, dus dan is het sowieso wel heel erg leuk om bij de Dolfsbrouwerie te werken. Om de hele tijd een beer bezig te zijn in een bijbaan is natuurlijk leuk als jonge jong. Dan kan ze altijd nog altijd andere dingen gaan leren over de in- en outs van de beerbrouwerie. En best een grootje op het feit dat zoveel nu in de zomer naar wielerij komen? Jazeker, het is prachtig om te zien dat er zoveel grote groepen eigenlijk naar hier te komen. Om toch een beetje historie van het dorp te leren en te huren. Een echte natuurwijngaard van Limburg, met wijnen die voor een heel Nederland vinden en die zonder enig bestrijdingsmiddel werden geteeld, althans de droeven. Peter, du bist landelijk bekend. Komen hier toeristen naartoe? Hij komt inderdaad toeristen naartoe. Alleen daar liep niet het accent op, omdat ik het samen met Chris doen, moeten voor ons echt concentreren op de wijngaard. En wat Stoer toen net vertelde, dus het werken zeg maar, zonder bestrijdingsmiddelen betekent een hele hoop energie er toch in steken. Ook een heel stuk innovatie. En dat is feitelijk hetgene waar we ons op concentreren. De Chris ziet niet zoveel toeristenbezoek, zag ze, maar daar zitten wel een paar professoren. Ja. Uit Nijmegen en hoe nog meer uit? Ja, dat is nog een dame. Dat zijn twee professoren die met name zeg maar, op gebied van biologie actief zijn. Vier als domein Aldenborg. Ze werken dus zonder bestrijdingsmiddelen. Dat betekent dus wel dat we planteigen afweerstoffen moeten aanzetten. Dat doen we niet alleen. Dat doen we in combinatie zeg maar, met universiteiten om dat ook begeleid te krijgen. Ron Heren is een heel belangrijk meneer in dit geval. Omdat door het op de laboratorium in Maastricht ook analyses gebeuren hè, om te kijken van wat de effecten zijn van de ingrepen die vier dan wel in de wijngaarden rond. Maar die professoren weten dus ijs wel te vingen? De professoren die weten inderdaad ijs te vingen om toch te kijken dat we niet alleen maar met wetenschap bezig zijn hè, wat in de boeken terechtkomt, hè, maar waar we mensen feitelijk zeg maar, meteen profijt van hebben. Wittem is al heel lang een trekpleister. Van heinde en verre komen pelgrims hier naartoe. We leven in andere tijden. Zijn er ook andere pelgrims? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Hè, dat de verandering is dat vroeger echt mensen uit devotie voor Sint Gerardus kwamen. Dat was, daardoor is eigenlijk Wittem als pelgrimsoord ontstaan. Vanwege de heilige Gerardus Majelle. En er waren heel veel katholieken in Nederland. Dus echt overal in Nederland. Die kenden Gerardus, hadden daar vereering voor. En kwamen dan hier op de wijze zoals dat vroeger ook ging. Groepsgewijze. En er was veel meer zeg maar, verenigingsleven. En mensen kwamen daar gezamenlijk met bussen. En daar hebben wij de grote parkeerplaats aan te danken. Waarvan de stenen nog zo liggen. Dat ze echt, die is echt gemaakt voor de bussen. Een van de veranderingen, namelijk mensen komen steeds individueler, maar niet minder. En wat met name ook een verschil is dat mensen
uitgesproken vroeger kwamen ze voor Gerardus. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die helemaal niet weten wie Gerardus is, ook de katholieke geloof niet kennen, maar een soort positieve nieuwsgierig hebben naar zo'n klooster. Ja, dat drukt toch iets uit van er is meer tussen hemel en aarde. Verzeen letterlijk op een van de hoogtepunten van Gulpen-Wittem, die de Gerardus hoeven. Eugène, we hebben natuurlijk een fantastische zomer gehad, niet alleen qua weer, maar ook qua bezoekers. Ja, het was vanaf juni, heb er helaas geen druppel regen meer gehad. Dus dat betekent, wanneer het zo prachtig weer is, dat ook de terras gewoon elke dag gewoon hartstikke vol zit. En waar komen die toeristen bij dicht nu vooral vandaan? Helemaal uit uw regio. Dus we hebben heel veel Duitse gasten, Belgische gasten, veel Limburgers, maar ook veel toeristen. Ook veel uit het noorden van Nederland? Ook veel heel veel uit het noorden van Nederland, ja. Hier in de Epe en omgeving hebben we toch een aantal B&B's, kamperen bij de boer, campingplaatsen, en die reserveren altijd vooraf. En kent ze genoeg groot personeel van je in die directe omgeving? Het is moeilijk, maar het is op het randje, maar we zijn wel met genoeg maan, gelukkig. Gelukkig. Je hebt twee lastige jaren gehad. Wat verwacht ze van het najaar en de winter? Ik persoonlijk denk dat dat best wel goed kunt. De gasten, de toeristen, die gaan nu weer langzaam terug naar huis toe. Dus de Limburgers en de Luyut Oken en de omgeving, die komen nu ook toch weer ook deze kant doet. En dan ga je de eigen feestjes organiseren, weer een Oktoberfeest en een Wildmond, et cetera. Jazeker, we blijven altijd creatief en bedenken altijd weer iets.